Dit is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis. De bijdrage van vandaag gaat over privacy. In 1978, het kan begin jaren 80 geweest zijn, was er in mijn woonplaats in het midden van het land een protestoptocht van krakers tegen het beleid van de gemeente. Die demonstratie liep wat uit de hand. Als ik het goed heb, waren er diverse arrestaties. Ik weet niet meer of dat ook de aanleiding was, maar er was iets wat olie op de golven gooide. Rond die tijd kwamen de eerste wat goedkopere draagbare videorecorders met draagbare camera's op de markt. En de Amersfoortse politie had met één zo'n camera de demonstratie gefilmd, kennelijk om in kaart te brengen wie de geïnteresseerden in zo'n manifestatie waren. Ik dacht zelf op dat moment zoiets van, is dat nou zo erg? Ik denk dat ik in die tijd niet de achtergrond al had om dat nieuws tot in de diepte te beoordelen. Ik had in die tijd verschillende vrienden die sympathiek tegenover de krakers stonden. Niet dat ik het afwees, maar zij waren daarin een stuk fanatieker en die waren woest over deze politiebrutaliteit. De situatie van nu zou toen natuurlijk onvoorstelbaar geweest zijn in die dagen. Ik moet zeggen, met de kennis van nu, het maakt wel verschil of er relletjes worden gefilmd om zo achter de aanstichters van deze rellen te komen ten opzichte van het filmen van een op zich te vreedzame demonstratie klaarblijkelijk om de waarschijnlijke standpunten van de deelnemers te inventariseren. Iemands politieke sympathieën zijn ook nu nog iets dat duidelijk tot de privésfeer behoort, zeker als daar zoals in de meeste gevallen geen rare dreigingen van uitgaan. Overigens moet je dit alles wel in het perspectief zien van die tijd. Het was de tijd van groepen als Baader-Meinhof, de PLO, voerde regelmatig acties uit en dat in een nog veel groter perspectief van de wereldverhoudingen van die tijd. In de tijd van nu echter is het voor de politie heel eenvoudig om bestanden van grote groepen mensen van een bepaald standpunt te verkrijgen. Er zijn databrokers die dit soort informatie verkopen. Oorspronkelijk met waarschijnlijk de bedoeling om marktgedrag van consumenten aan bedrijven te verkopen, maar geld stinkt niet. Iedereen die de gegevens wil kopen, kan daarover beschikken. Dit is iets waar mensen als Stasi-voorman Erich Milke voor 1990 alleen maar natte dromen van konden hebben. In de DDR was het bezit van een schrijfmachine en heel zeker een stencilmachine of een kopieermachine aan strikte banden gelegd. Van iedere schrijfmachine met zijn lode letterhamertjes werden er voorbeeldteksten bewaard, zodat vanuit de imperfecties van dergelijke schrijfmachines altijd kon worden achterhaald op welke machine een bepaalde tekst getypt was. De Stasi moest grote delen van de bevolking mobiliseren om zijn vergaande bespionering van de eigen burgerbevolking mogelijk te maken. In het Westen was men daar op dat moment maar voor een klein deel van op de hoogte, maar toch werd er in die tijd schande van gesproken. De digitale bewaking in de Nederlandse maatschappij van nu gaat echter zeer veel verder dan die in de DDR. Achteraf is van nagenoeg iedere bewoner exact na te gaan waar die bewoner precies is geweest. En dat gaat ver. Als je taxichauffeur bent, kun je niet meer even bij je oma koffie gaan drinken als je daar toevallig in de buurt bent en je rit kost door dat bezoek wat extra tijd. Dit valt in het bedrijf direct op. Maar dit geldt ook voor de gegevens van mannen die door een roodlichtzone lopen op zoek naar, zeg maar, erotisch vermaak. Niet alleen wordt door de GPS en andere locatiemiddelen geregistreerd dat zij daar lopen, maar ook waar ze eventueel door de voordeur naar binnen gaan, hoe lang zij daar binnen zijn en of ze misschien daarna nog een kroeg bezoeken of direct naar moeder de vrouw thuis gaan. Die gegevens zijn, als het goed is, opgeborgen. Maar vrij gemakkelijk kunnen overheidsorganisaties daar toegang toe krijgen door via de rechter inzage te eisen waar misschien nog niet zoveel mee mis is. Maar het kan ook langs het grijze traject van de al genoemde databrokers. Echter, bij een gebrekkige beveiliging van die gegevens kunnen ook anderen toegang krijgen. Dit is zeer chantabele informatie met voor iemand die vrouw en gezin heeft, ook al is zo'n uitstapje een eenmalige vergissing, potentieel zeer grote gevolgen. En wat als de gechanteerde in zo'n geval een landelijk politicus of een andere belangrijke persoon betreft? Daily Minutes PS is copyright Peter John Productions. Titelmuziek is van Blasco, Creative Commons 2.0. Daily Minutes PS is te vinden op internet, maar is ook elke avond rond 7 uur te beluisteren op de middengolfzender Radio Theepot, die uitzendt vanuit Gasselte-Nijveen op 918 kHz.